Waar zijn we nu? Veld en landingsterrein. Oké, waar zijn we gestart? Hier. We hadden natuurlijk even mogen draaien. Even zo over de vliegen. Nou ja, dat was lekker geweest. Ja. Ballonnen. Ja. We waren samen met Koen. Ja. Ja, waren we gisteren pas samen. Net niet gelukt. Nee, nou, net niet gelukt. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kans. Hi there and welcome again. We are the Flying Nomads and together with Mickey Arquette and our flying buddies Caroline and Edgar, we are exploring flying sites in the Italian Dolomites. And this time, it's our turn to show them a new site. Yay! Woo! Eerste vlucht! Ja! Yeah. Leuk? Ja. Ja, het is natuurlijk altijd weer even wennen. Mm-hmm. Zo'n nieuwe vleugel. En, maar het ging goed. Oeh. Ik had alleen geen thermiek, niks. Nee? Oeh. And then the day ends with a beautiful but quite wet phenomenon. Time to find a place to spend the night. Het schiet niet op zo, hè, Edgar? Doe er eens wat aan. Lekker man. Heel goed. So here we are in Velte, the clubhouse. They built it since the World Championship, I think in 2017. And we're here at the Monte Avena. Over there, there's launching almost in every direction. And as you can see, a huge landing field, good enough for hang gliders. It slopes every side, so that's something to bear in mind when you're landing here. Big valley, and hopefully we'll try and fly today to the east to Belluno if cloud base rises. It's looking really nice. We had some thunder clouds, lots of rain the last couple of days. Did a little fun flight yesterday with our smaller glider, the new one. So let's see what today is going to bring. Well, this is what you call a clubhouse. Ice cream, refrigerators stocked full with beer, water, the trophies. It's raining, play table tennis. Ah, it would be great to have a clubhouse like this. Andiamo. In su. Buon passaggio! E vuoi salire? No, dai, faccio due passi, anche perché non. Carina! Va bene. Va bene. Ah, okay. It's a video, guys! Wow! So what's your nickname? Taciturno. Yeah, Kletskaus. 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 Yeah. Yeah, you remember that. Nice, nice. Let's go fly. Bye, Dario. Grazie. So we're still waiting a little bit to see if cloud base is going to lift. There are already some pilots in the air. You can see some do a top landing just at the back of the launch site. But let's see what's happening.
grote brein. Mogelijk even nog die 10 meter lopen. Dat was beter geweest. Dat was de 10 geweest. Dat was de 10. Nu is de 9. Nu is de 9. Oké, okay. Caroline? Ja, we deden allemaal voor de 10 met de griffel, maar het is 10 begrepen. Edgar, wat heb jij gezien? Wel goede poging. Ik praat niet over andere mensen. Alleen over zichzelf. Als ze erbij zijn. Als ze erbij. Oh, gezellig hier. Wat is jouw advies, Edgar? Gaatje maken. Laten zakken. Waarom? Ja, oké. Okay. En nu gaat Koos dit proberen, ja? Het wordt echt. Het gaat niet lukken. Het wordt hard ook gewoon gelukkig. Oh, maar nou. Is het wel ook een houtje? Ik dacht eigenlijk wel. Ik kan hier niet tegenaan eten. Dat gaat niet lukken. Oké, dat is nu de operatie. Kijk, nu gaan we zorgen dat de auto wat groter heen blijft. Oké, okay, gaan we het opnieuw proberen, ja? Ja. Is echt lekker gewoon. Ja, het is gewoon een topproduct. Hey. Top man. Goed, hè? Top. Mm. Nu kunnen we ze ook maken met karamel. Met wat hadden sterker nog, misschien is het wel beter als dat je gewoon een pot pindakaas koopt. Dan mengen ze natuurlijk meer zooi doorheen. Maar wat je wel kan doen is ook... Briljant. So he fantasized all night about various exotic peanut butter tastes. And then, it's time to say goodbye. After more than 2 weeks and 5 episodes together with Caroline and Edgar, they are heading back home. And we are going to do some more exploring in the Dolomites. So thanks for watching. See you next time.